Sinds 1998 wordt ieder jaar de zogenaamde Zuiderkerkprijs uitgereikt. Dit is de prijs voor het beste Amsterdamse woningbouwproject van dat jaar. Wat het beste plan is, wordt door een vakjury bepaald aan de hand van een aantal selectiecriteria. Stedenbouwkundige setting, architectuur en materiaalkeuze, programma en typologie, afzetbaarheid en markt. Uit de 50 projecten van 2005 zijn er op basis van planmateriaal 10 voorgeselecteerd. Die 10 projecten zijn vervolgens door de jury bezocht en daarna zijn 3 nominaties gekozen. En de nominees are... Je hebt natuurlijk wel een hele goede voorstelling van wat het eindbeeld zou zijn en wat de eindervaring zou zijn. En als dat gerealiseerd wordt en het klopt met datgene wat je hebt willen maken, ja, dan geeft dat een gevoel van voldoening. Er was natuurlijk een verlangen om het gebouw goed te laten aansluiten bij de bestaande bebouwing. Nou, wat ik geprobeerd heb is om een ritme in die gevels te maken die toch op de een of andere manier aan zouden sluiten bij het ritme van de gevels van de 19e eeuw. Dus de ramen, die roosters en de baksteenpenanten, die vormen de ritmiek in verticale zin. En in horizontale zin heb ik dat eigenlijk alleen maar willen doorsnijden door de vloerlijnen. En die zijn van staal gemaakt. De moeilijke factor zat hem in natuurlijk de verbrokkeldheid van de opgave. Het waren wel... Ik weet geen eens hoeveel woningen in totaal in zitten, maar het was op 4 locaties met verschillende hoeken en verschillende oplossingen. Dus je moest heel inventief te werk gaan om het programma erin te krijgen en om er nog goede woningen van te maken. De uitdaging bij elke opdracht is om er het woonplezier op te optimaliseren. Dat is zeg maar toch een beetje waar je altijd op mikt. En het moet er nog goed uitzien ook. Maar ook de omwonenden moeten trots zijn met de gebouwde omgeving, met het gebouw, met hun eigen woning.
deze plek stonden twee niet goed functionerende winkelstripjes. En wij hebben het zo proberen om te bouwen dat die openheid die er in de rest van de buurt zit, in dit, ook in dit plan gehandhaafd blijft. Zoals bij dit houten plein, daar kijken vanaf de ene zijde, waar de bewoners op het zuiden uitkijken, daar kijken daar een stuk of 16 mensen op dat plein. Vanuit hun woonkamer, vanuit hun eetkeuken. Die zitten daar s'avonds op het balkon of overdag. Dus dat zal een verbondenheid geven, waardoor mensen zich waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor die plek gaan voelen. Dat hij er goed uit blijft zien of dat er geen rottigheid wordt uitgehaald. Als dingen benauwd en naar binnen gekeerd zijn, dat geeft een niet vrij gevoel, hè, zou ik maar zeggen. Dus die combinatie van strakke vormgeving met wat warmere materialen, dat hebben we als uitgangspunt genomen. Die visie die we in het begin hadden, die is eigenlijk wel, nou, ik denk voor 99% uitgekomen. Het is openbaar, maar je moet het niet te makkelijk toegankelijk maken. Hè? Dat is een soort wankelevenwicht. Dus dat heeft ook van die binnenruimte iets bijzonders gemaakt. Is het uitdaging hier geweest, hè, om te kijken of je daar op dat je toch een bouwblok maakt wat zich heel goed voegt in die 19e eeuwse stad, maar wat aan de andere kant ook wel echt van nu is. Dat is denk ik één belangrijke aspect. En het tweede is, hoe maak je nou zo'n buurt ook leefbaar? Dus je probeert dus een woning te maken die ook wel een soort uitstraling naar de straat heeft, waardoor die ook weer iets teruggeeft aan die straat. Dus het heeft ook een soort sociale veiligheid te maken, denk ik. En eigenlijk zijn in dit project vrij snel is het beton erbij gekomen als een soort extra materiaal. En beton is eigenlijk een soort bindmiddel in het hele gebouw. En dat komt eigenlijk steeds op andere manieren terug. Uiteindelijk ben ik dan wel degene die het regisseert, maar er zijn heel veel mensen betrokken die ook invloed uiteindelijk uitoefenen op de precieze vorm, in dit geval een kunstenares. Alle ramen die hebben betonnen dorpels en eigenlijk was haar idee om de namen van de bewoners die hier in 1903 zijn gaan wonen, om die in de betonnen dorpels
te drukken. Waardoor er eigenlijk in de beton een soort van profilering ontstaat. Die bij iedere dorpel anders is. Omdat achter iedere dorpel iemand anders heeft gewoond. Op een hele abstracte manier vertelt het iets over het oude gebouw. En over, dus ook weer over de geschiedenis.